Ik ben Aïssa de Beer, derdejaarsstudent sociaal werk aan de Hogewest in Brugge. Ik doe stage in het woonzorgcentrum Hof ten Nijzer in Reningen op de sociale dienst. Voor mijn eindwerk heb ik een project uitgewerkt rond skypen met de bewoners. Ik ben Antoinette van den Buske, 7 jaar in het rusthuis. Aïssa komt toe en zegt om mijn lokken skype mee naar waar, naar mijn dochter. Dat is heel tof. Omdat ik haar zie niet en dat ik er kan tegenklappen. Met een telefoon zie ze niet meer. Vanuit mijn ervaring weet ik dat het slagen van een dag voor die mensen afhangt van heel kleine dingen. En voor die mensen opent dat een compleet nieuwe wereld. Het is een individuele activiteit waarbij dat ze dan nog eigenlijk contact maken met familieleden. We werken al een tijdje samen met de school Hogewest. We begeleiden de studenten sociaal werk en zij worden begeleid door de sociale dienst. Hof ten Nijzer is zeer innoverend. Daarom staan we ook steeds open voor nieuwe ideeën van medewerkers en studenten. We gaan daar zeker rekening mee houden en we kijken altijd wat we kunnen realiseren in de toekomst. Meestal gaat het om hele kleine dingen, maar voor onze bewoners is dat wel van hele grote waarde. En Skype is zo ook in het leven geroepen. Aïssa heeft het voor ons verder uitgewerkt. Er is een stappenplan, een brochure, er is een werkgroep opgestart om het reilen en zeilen verder op te volgen. En we merken wel dat dat heel positief ervaren wordt door onze bewoners. Dus we hebben een bewoner van 99 jaar die haar zus al 10 jaar niet meer gezien heeft. En via Skype is dat toch mogelijk geweest. En ik kan je voorstellen, de eerste momenten waren heel emotioneel. Iedere bewoner die in Hof ten Nijzer komt, dat is een bewoner met een eigen verhaal. Een eigen levensverhaal noemen wij dat. En eigenlijk is de bedoeling dat wij dat verhaal verder zetten. En eigenlijk skypen past heel mooi in dat verhaal, omdat met skypen kan je mensen de kans geven om nog een keer in contact te treden met mensen dat ze bijvoorbeeld 10 jaar geleden niet meer gezien hebben. Of om ook in contact te treden met andere mensen. Of met kleinkinderen die aan de andere kant van de wereld zitten. Dus skypen is eigenlijk een zeer mooi medium om op die manier ook dat levensverhaal ook een mooi beeld ervan te proberen te krijgen.